Vandaag ga ik dus mijn eerste triathlon doen, Olympische afstand. Beetje spannend, maar ja, we gaan het zien. Maar mijn doel is echt gewoon om te finishen. Als ik finish niet lekker rijd, geen materiaal heb, alles goed doe volgens de regels, dan ben ik eigenlijk wel blij. En ja, natuurlijk wel het maximale uit mezelf halen. Ik bedoel, het is niet dat ik ga chillen alsof het een training is. De afstand is het probleem, denk ik niet. Wat ik het spannendst vind is denk ik het wisselen en zo. En gewoon überhaupt de onderdelen naar elkaar doen, want dat heb ik natuurlijk ook nog nooit gedaan. Het is wel goed gegaan. De zwemmen lag ik eigenlijk tweede volgens mij de hele tijd. De wissel die duurde wel lang. Ik had een beetje struggles met mijn wedstrijd uitkrijgen. Dus ik was een beetje aan het struggelen daar. De duintree heeft echt zijn naam aangedaan in de duinen. Op, af, onverhard. Dus dat was wel pittig. Maar heel blij dat ik de finish heb gehaald. We came to...